are on a planet that has a problem. We got to solve it, get involved and do it now, now, now. We need to. One of the biggest and most obvious problems we have is an overwhelming amount of traffic. There's no denying that cars give out carbon dioxide and other greenhouse gases. Como nomerta? Gabriela Hernandez. Di komo ta awe aquí na? Pa protesta pa un cambio. Pa nan planta mas mata. I bota hae ku aru bota si suficiente? No, mas hene mes bin coopera. Pictures, please post them. Juliana School. I kiko ta mo nom? Aiden Arons. I di komo ta aquí na awe? Pa stop global warming. Bota hae sa ita importante pa aru bota me? Si. Dico? Pa sobra si global warming sigue aruba de baya bodi awa. It's all girls doing this. Do you see this? Yeah! Anita Aerts, je bent 2 weken geleden nog maar met dit begonnen. Ja, 2 weken geleden. Ik was aan het kijken naar al de stakingen internationaal. Al de jongeren die staken voor het klimaat. En ik ging zoeken of er op Aruba al iets was. Er was helemaal niks. Toen heb ik het nog even afgewacht. En toen dacht ik, als er niks is, dan ga ik iets organiseren. Dus jij bent onze Greta? Nee, dat zou ik niet durven zeggen, want ik staak zelf niet. Ik ben geen leerling meer. Maar ik dacht, we moeten gewoon een actie opzetten voor de jongeren die wel staken. Zij zijn echt aan het vechten voor hun toekomst. En ze hebben hulp nodig. En dat echt wel veel mensen zich bezorgd maken. Ik dacht eerst, zullen er misschien met 20 of met 30 zijn, maar er zijn meer dan 200 mensen komen opdagen. Dus dat vind ik een mooi cijfer. En dit was de eerste Climate Action, want er zullen er zeker nog volgen, want we zijn nog lang niet klaar.